een interessante rit, omdat niemand weet wat Dave Sillick wil op de 1500 meter. Dit is in ieder geval zijn tegenstander, Yanfei Liu. En dit is Dave Sillick. U weet dat de Amerikaanse ploeg is opgebouwd uit allemaal individuele standjes, mag je haast zeggen. Nou, dit is er ook zo een. Weet precies wat hij doet, weet precies wat hij wil. Past eigenlijk niet goed in een ploeg ook. Een eenling. Maar wel een goede eenling, een allrounder. Met een uitstekende 1500 meter in de benen. Silk heeft 1.54.7 achter zijn naam staan. Heeft hier op deze baan nog geen potten weten te breken. En pakt uiteraard de Koreaan met gemak. Laten we ons op Silk richten en dan valt mij dit tegen. Kijken wat Mike Crown, de coach, aangeeft. Ja, eigenlijk niks. Oh, dit is ook niet al te best zo. Een beetje moeilijke bochten. Dat zal moeilijk worden voor Silk, hoewel hij toch in staat moet zijn om een behoorlijke 29 te blijven rijden. Maar dat, of dat genoeg is voor een toppositie. Hij blijft in ieder geval schaatsen. De 1100 meter voor Silk in 1.24.42. Hij heeft nog net een 29 meter te rijden. Maar het is lang niet voldoende. Zodat we zo direct na deze tiende rit op ons gemakkelijkste balans kunnen gaan opnemen. En dan tot een verrassende balans komen. Bent u daarvan overtuigd? Dave Silk eindigt in 1.55.26. Goed voor een tiende plaats op dit moment. Zal hem tegenvallen. 1.57.38 voor de Chinees. Die ik natuurlijk net Koreaan noemde, neemt u mij niet kwalijk. De Chinees dus in 1.57.38, Silk 1.55.26. 20 man hebben we gehad. Hofman staat aan de leiding, 1.52.06 voor Flame, 1.52.12, het scheelt 600ste. Hatsiev daar weer iets achter, Zielinski komt tekort. Ayonagi is de verrassing tot nu toe. Ik kan niets anders zeggen dan dat, want waar zijn de anderen die dachten van, nou, Hofman, aardige rijder, klassementrijder misschien, maar meer of niet. Ayonagi, een aardige Japaner. Klimov heeft nu de zesde plaats in handen. Goljajev valt terug naar 7. Adenberg staat 8. Bichette 9. En Silk komt op de tiende plaats uit.